We zijn te gast bij Schaap in Bindinghuizen. Een uniek familiebedrijf die eigenlijk alles doet met aardappels. Monique, wij zijn te gast bij jou. Hartstikke leuk, bedankt daarvoor. En kun jij eens wat meer vertellen over je productieproces? Ja, zeker. In de teelt houden we er al rekening mee met waar we de aardappels voor bestemd hebben. En dan uiteindelijk, omdat we in de hele keten actief zijn, kunnen we een mooie combinatie zoeken tussen de grondstof en het gewenste eindproduct. Ja, dat begint al met de vuile aardappels. Ja, zeker. En die komen dan hier op vrachtwagens binnen. Dan worden ze op maat gesorteerd en daarna worden ze gewassen en op kwaliteit geselecteerd. Ja, en dan ga je produceren. De een is geschikt voor blokjes, de ander is geschikt voor halve aardappels of niet? Ja, klopt. En dan schillen we ze in 3 stappen en dan uiteindelijk kijken van goh, welke zijn geschikt voor hele aardappelen, mooie halve aardappelen of welke maken we blokjes van. Ja, en dan ga je produceren. Gekoeld of zit je op de 15 graden? Ja, we warmen de aardappels iets op voordat ze hier door het proces heen gaan en uiteindelijk koelen ze weer terug tot 4 graden. Oh ja. Zodat ze mooi een week houdbaar blijven in de verpakking. Ja, en dan heb je een heel mooi assortiment. Ja. Natuurlijk de kook halve aardappels. Ja, ideaal voor stampot of puree. Ja, heb je nog een verschil tussen de mooie poldergoud logo en de prijspakkers? Wat zit daar voor verschillen? Ja, de maatsortering ligt iets dichter bij elkaar, dus ze zijn allemaal wat sneller, vergelijkbaarder klaar met koken. Ja. En vrij van schil en pitten. Ja, en de prijs natuurlijk iets. Ja. En dan heb je ook nog een groene variant. Ja, dat zijn de vastkokers, dus die vallen iets minder kruim uit elkaar. Ja, en dan hebben we in de halve kook hebben we nog de kilo verpakking en de 2 kilo verpakking. Hè? Ja. En we hebben nog de kriel, 2 maat kriel. Ja, mooie ronde kriel. Ja. Super kriel en mini kriel. Vrolijk op je bord. Ja, zo is dat. En dan heb je nog een hele sous-vide lijn. Die jullie in de autoclave volgens mij gaan. Klopt. Ja, die doen we vacuüm verpakken en dan langzaam op een lage temperatuur garen, zodat je de smaak en voedingsstoffen behoudt. Ja. En is ook helemaal 1 nummer en allergenen vrij. Ook naar keuze met kruiden en olie. Oké. Okay, en dan is je maand houdbaar. 100% gaar, dus super snel klaar. Ja, en dat merk je toch in de horeca. Werk is gewoon over het algemeen veel te weinig in de horeca. Dus we gaan meer convenience-producten pakken. Ja. Nou, ik denk een hele mooie lijn om te gebruiken. Je kan het heel makkelijk vinden op de webshop. Als je poldergoud intikt, dan krijg je alle soorten. Dus ik zou zeggen, probeer het eens.